wat heel gaaf is aan dit soort klussen, helemaal in de wereld van sloop, het wordt steeds groter en steeds zwaarder. Wij moeten ook onze grenzen verleggen om die klussen nog uit te kunnen voeren. Project Huntenbrugge is in Duitsland, in Oldenburg. We zitten dan aan de autosnelweg A29. En in dit geval de rijrichting naar Willemshaven, dus van Osnabrück naar Willemshaven. In die brug zitten allemaal zware betonliggers. En de twee betonliggers die over het riviertje de Hunte in dit geval, die worden in dit project naar beneden gehesen. Die beide balken die waren aan vervanging toe. En eigenlijk de hele Noord-Zuidlijn is aan vervanging toe. De opdrachtgever is er naar ons toegekomen omdat de conventionele manieren om die brug weg te halen hier niet toepasbaar waren. Het moest namelijk gecontroleerd afgebroken worden omdat er in de rivier die onder de brug loopt geen materiaal mag vallen. Dus daar, om milieutechnische reden, moest dit zo schoon mogelijk worden opgeruimd. En daarom zijn deze betondekken in zijn geheel verwijderd door ons. De vraag kwam of dat met een kraan kon. Nou, daar is in eerste instantie naar gekeken. Maar er moesten, in de bodem moesten zoveel voorbereidingen getroffen worden dat er op een gegeven moment gekeken is naar alternatieven. Iets omhoog drukken, dat gaat ook niet. Dus dat was te hoog en dan ben je te instabiel op een enkel ponton. Dubbel ponton wou ook niet. Dus ja, er is maar één manier en dat is van boven de balk laten zakken en dan op ponton leggen en dat we dan op land konden komen. Er wordt een constructie bovenop de brug gebouwd, een stalen constructie. Waarin in dit geval strandjacks ingebouwd zijn. Een strandjack is eigenlijk een soort mechanisme die klemt en weer loslaat. Dus de cilinder gaat uit, dan klemt hij hem en laat hij weer zakken. En dan klemt hij hem onder weer. Dus eigenlijk is het een soort grijper die de kabels die je invoert vasthoudt en weer loslaat. Daarmee laten we dus de betonligger zakken. Het zijn niet alleen de strandjacks die hier op dit project ingezet zijn. Daarnaast heeft onze afdeling engineering ook voor deze klus speciaal equipment ontworpen. Die ligger die hangt aan een aantal staven. Die ligger die weegt natuurlijk heel veel. En die staven die worden belast op trek. En die trekkracht die moet worden omgezet zodat die ligger ergens op kan steunen. Het onderdeel wat hiervoor ontworpen is, is een anker aan een soort draadeind. En dat moet je denken aan een enorm draadeind wat 145 ton trek aan kan. En dat anker dat zorgt ervoor dat het draadeind tussen twee balken door gaat en de kracht afdraagt naar die twee balken. Waarmee we zeker weten dat het blijft hangen zoals we willen en het gewicht gecontroleerd overgenomen kan worden op het moment dat de zaagsnede is gemaakt. Verder is er ook een materiaal van onze zusterdivisie van Wagenborg Towage ingezet. Een ponton in dit geval. Dat ponton hebben we dus onder in de rivier in de Hunte gepositioneerd. Op dat ponton stonden dan weer SPMT's, de modulaire trailers. Dus eigenlijk hebben we heel veel disciplines binnen Wagenborg en daardoor dit project kunnen uitvoeren. De stappen die we hebben doorlopen is natuurlijk het begint met het opbouwen van het hele geheel. Dus je begint met je kleppen leggen en daarop kwamen dan de strands. De lengte van de strands is heel belangrijk. Als je 30 meter moet zakken, moet je natuurlijk wel genoeg lengte hebben. Dus ja, je maakt dat uit overlengte, dus een meter of 34. Maak je dan rechts en links om. Dan uiteindelijk worden ze ingevoerd. En dan als dat allemaal zit en je onder je strand heb je dan overlengte, dan kun je de adapter vastmaken. En kun je dan eigenlijk alles omhoog hijsen, zodat je over de balk bent. Dan kun je hem doorzagen, dan hangt het gewicht erin. Met de strandjacks laten we de brugligger zo'n 30 meter zakken. Nou, als we dan op een gegeven moment zeg maar, de balk beneden is, dan hadden we een ponton neergelegd. De WB14 hadden we daar neergelegd met een dubbel SPMT erop, dubbel 6. En op land hadden we dan enkel 6 SPMT. Daar konden we dan zeg maar, de balk op laten zakken op een hulpconstructie.
En dan konden de strands worden losgemaakt. De strands die waren dan met een speciale adapter. Kun je die loshalen. Het ponton en de SPMT's worden een stukje zijdelings gereden en gevaren. Om daarmee ruimte te scheppen zodat de betonbalk uiteindelijk het land ingereden kan worden naar de uiteindelijke bestemming. Nou ja, we hadden natuurlijk op dit project ook uitdagingen qua tijd, timing. We zaten met tij. Het was opkomend afgaand water. Dus we hadden een 2 uurtjes de tijd om alles veilig aan wal te krijgen. Moesten we natuurlijk terug gaan rekenen van wanneer moet er begonnen worden met zagen? Wanneer beginnen we met zakken? Hoe lang duurt zo'n actie? Nou ja, het is natuurlijk altijd mooi om te zien dat hetgeen uitgedacht is, dat dat ook in de praktijk blijkt te werken. Ja, dat is altijd wel een fijn gevoel om te zien dat je dan weer veilig aan land staat. De overige uitdagingen zaten eigenlijk in het configureren van bestaande middelen. Ja, je wilt het ook kostenefficiënt uitvoeren en ook planningtechnisch nog voor elkaar krijgen. Het maken van een onderdeel is nog niet een traject wat veel tijd in beslag neemt, maar het certificeren en het doorrekenen ervan, dat neemt veel tijd in beslag op. Wat je ook weer bij deze klus hebt gemerkt, de uitdagingen waren gigantisch. We hebben onze eigen grenzen weer verlegd. En doordat we alle kennis en ervaring samen hebben gebracht, is dit weer een klinkend succes geworden. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. En zeker als je op hoogte werkt, waar we nou mee bezig zijn geweest. Het is, daar moet je elke dag bij stilstaan. Dus de klus, wat we ook doen, zolang we niet zeker weten dat het veilig kan, doen we het niet. Vooraf aan het werk doen we toolbox. En dan dat je met je eigen ploeg het werk doorneemt van wat gaan we doen. Wat wordt er van je verwacht? Wat is jouw taak in dit geheel? Even weer die veiligheid in acht nemen. In dit project zijn de specifieke risico's in kaart gebracht. Bijvoorbeeld denken aan beveiliging tegen vallen. Er is een speciale steiger gebouwd om toegang te verschaffen tot de werkplek. Onze mensen zijn allemaal voorzien van valgordels. We werken boven het water, dus dragen we ook veiligheidsmiddelen, in dit geval zwemvesten. En als je bij de klant bijvoorbeeld ziet dat er iets niet veilig is, ja, ook daar letten wij op. Hè? Dus ook dat is je taak. Nou, voor ons is dit project in deze fase hiermee afgerond. Wat het zo mooi maakt om dit soort projecten te doen, dat iedereen in zijn eigen waarde wordt gelaten. Elke mening wordt gewaardeerd. Of je nou montagemedewerker bent, of uitvoerder, of engineer. Iedereen wordt gehoord. En dat geeft een mooi familiegevoel, zeggen ze wel eens bij Wagenborg. We zijn een grote familie. Het is gewoon mooi om te zien hoe zo'n team samenwerkt en hoe dat allemaal bij elkaar komt. Ja, een stukje respect naar de jongens ook, hoe ze deze complexe techniek in elkaar gezet hebben. Je ziet de beelden van zo'n Hunterbrücke. Nou, dat is gewoon geweldig en daar wil je onderdeel van uitmaken. Nou, wij zijn er trots op dat we dit project hebben mogen doen. Want wat we in de landen zien is dat de infrastructuur achterstallig onderhoud heeft. En het vervangen van oude bruggen door nieuwe is daar wel een wezenlijk onderdeel van om dat achterstallig onderhoud weg te werken. Dus dat wij het vertrouwen krijgen om dit soort grote klussen uit te mogen voeren, is fantastisch. Dit doen we graag en daar doen we graag nog heel veel meer van.